Max, ja. Je zit er nog op, hè? Ja, ja, zeker. Na een maand blessure leed aan mijn lies, zijn dit mijn eerste minuten weer, na een maandje. En als ik dan zo mag afsluiten met de goal en een goede winstpartij, ja, ben ik wel trots op het team en op mezelf ook. Hoe was het om weer terug op het veld te staan? Ja, dat is altijd waar je naartoe traint, zeg maar. Het is gewoon een fantastisch moment. En als je dan de eerste balcontact ook meteen een goal is, ja. Ja, dat is lekker. Dat is heel lekker. Ja. Hè? Vertel eens, want je bent geblesseerd geweest. Ja. Toen kon je tegen MVV weer minuten maken. Ja, klopt. En toen kreeg je weer een terugslag. Hoe was de afgelopen tijd voor je? Ja, de eerste weken waren wel moeilijk voor mij. Want ja, je mag beginnen bij jong in de basis. Je speelt een goede partij. Als ploeg zijn, maar ook voor mezelf, vind ik. En als je dan training daarna geblesseerd raakt, ja, dan krijg je wel een tikje even. Maar, ja, fysiek en mentaal? Ook dat. Ja. Maar zoals je weet heb ik wel veel blessures al gehad. Mm-hmm. Dus ik weet wel hoe ik een beetje zeg maar, om moet meegaan. Dus ja, die tijd heb ik wel goed besteed. En met de fysio's hier heb ik elke dag hard getraind. En dat we het zo mogen afsluiten, ja, of afsluiten, beginnen, mm-hmm. zou ik wel zeggen, is lekker. Ja. Dit was hem dan de eerste, hè? Er gaan nog heel veel volgen, dat is een ding wat zeker is. Ja, ja. Bij de goal, je kopt hem heel lekker binnen. Ja. Wist je gelijk, deze gaat erin? Ik weet het eigenlijk niet zeker, want ja, ik raakte op de bal alleen en ik wist niet, ik had mijn ogen volgens mij dicht ook. En ik kijk achterom en ja, ik zie het balletje in een netje liggen, ja. Lekker gevoel, zeg maar, ja. Ja. En je dacht daarna, ik ga niet inhouden, want volgens mij had je nog twee of drie. Zeker, ja, die omhaal. Ja. Jammer dat hij er niet in ging, maar voor de rest creëren we goede kansen. En ja, het is altijd lekker om een goal te maken, dus dat is fijn. Ja. Je hebt natuurlijk ook een groot deel vanaf de kant gezien. Je hebt de ploeg zien spelen. Ja. Hoe voel je dat ze deden? Want het oogde af en toe wat lastig tegen Ja, klopt. Daar heb je gelijk in. De eerste helft was een beetje stroevig. Ik weet niet, we moesten zeg maar wennen aan het spel wat hun speelde. Hun zakte heel veel in. Dus het is zeg maar moeilijk om er doorheen te komen. En ja, dan de 2-0 zeg maar in de tweede helft. Is ja, lekker. Hun zakte zeg maar ook weer in. Kregen ze ook weer een tik door die 2-0. En dan voetbal je er gewoon makkelijk doorheen. Dus de eerste helft was een beetje aantasten hoe het was. En door die 2-0 ja, brakken ze wel. Dus. Ja, toen ontstonden er al Ja, klopt. Ja. En dat was lekker voor ons. Ja, je wint uiteindelijk 5-0, een heel mooi resultaat. Ja. Toch moet je nog naar Ierland, 4 klopt, oktober. Klopt. Moet het doen zijn. Maar als we gewoon altijd zeggen van, we moeten de wedstrijd ingaan met 0-0 in onze gedachten. En gewoon proberen om weer zo goed mogelijk te spelen en dan afmaken. Ja, en voor jou een mooie avond, hè? Zeker, heerlijk.